Mensen die hun geld hadden gedronken daar wel op het gewone bier. Verderop hebben we straks een paar huizen waar beroemde schilders gewoond hebben. Ik noem met name Jan Steen, Jan van Gooien en Paulus Potter niet te verstaan. Ook een hele bekende schilder. Op zijn huis waar hij gewoond heeft staat die naam nog steeds vermeld, het Paulus Potterhuis. Dat is in bezit inmiddels van de familie Voorhoeven. De familie waar ook minister Voorhoeven destijds...